Zo, Thean, we staan bij de gekozen boom van jou, die jij gekozen hebt voor kunst en bomen, de route kunst en bomen. Waarom op dit plekje? Want het is hier kei druk. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ik vind het ten eerste een boom die precies past bij wat ik wil uitbeelden. Hè? Ik wil kooitjes in de boom hangen, kooitjes van takken met een appeltje erin. En de boom hangt dat mooi verspreid. Het spreidt zijn takken mooi uit. Ja, dat klopt. Als armen. Ja. Waar die boompjes, die kooitjes aankomen te hangen. Ja, die heb je hier zo beneden staan. Dat zijn dus takjes waarin dus een appel zit. Dat is dat klopt. Verhaal, hè? Ja, ja. Waar is die appel van gemaakt? Die appel is van porselein gemaakt. Is van porselein gemaakt. Ja. En dit zijn deze drie voorwerpen die hier staan. Die komen in de boom. Dat is jouw kunstwerk wat je hier wilt neerhangen. Ja, er komt ook nog wel een grote appel. Oh, er komt hier iets bij? Ja, er komt een grote appel hieronder te liggen. Ah. Die past niet meer in de kooitjes. Oh, nee. Die is ongeveer 40 centimeter doorsneden. Zo. Dus het is een behoorlijke appel. Ja. En die verwijst ook naar de kooitjes bovenin de boom. Ja. En ik wil het eigenlijk als totaalbeeld. Want je ziet in eerste instantie die grote appel als je hier langs rijdt. En ik hoop dan dat mensen dan gaan denken, waar komt die appel vandaan? Ja, precies, want ze die zien komt van boven. Ja, precies, want de mensen zien hier best wel dat dit een hulstblok is. Hè? Dus een hulst. Had je daar trouwens al rekening mee gehouden met die hulstblok? Want het kan nogal pijnlijk zijn als je erbij moet. Hè? Ja, nou, dat vind ik ook wel fijn. Dat is ook wel veiliger. Hè? Ja, ja. Maar er hangen al besjes in, dus was wel leuk. Ja. Hulst is trouwens, toch een klein verhaaltje van de natuurkant. Hulst is trouwens eigenlijk origineel een van de eerste struiken die in Nederland is binnengekomen, zo'n 12.000 jaar geleden. Dus toch wel heel bijzonder dat wij die nog hebben staan. In het wild staan ze natuurlijk veel meer. Dit zijn zeg maar varianten ervan die ooit gekweekt zijn. Ja. Maar ik vind het wel passen bij ook onze kunst en bomen, dat hulst ook even een mooi plekje krijgt. Ja, hartstikke leuk. Maar goed, dit heb jij gekozen. Die appel, waar ga je die ongeveer hangen? Die grote dan, die grote appel, die komt daar een beetje dicht bij de stam te hangen. Oké. Te liggen dus eigenlijk. Ja. Hij wordt vastgebonden in de grond. Ja. Zodat hij niet... Hij is vrij zwaar, dus hij wordt niet helemaal meegenomen. Maar goed, nee, toch voor de veiligheid. De veiligheid. En nou, ik vind het heel leuk om te horen van de liguster. Dat wist eigenlijk de liguster van de hulst. Van de hulst, ja. Want mijn appel refereert in feite ook aan de appel van Eva. Hè? Oké, dat was mijn vraag die ik nog had. Ja, natuurlijk. Ja. Dus wat kan bijna niet anders. Nee, precies. Ja. Appel staat eigenlijk voor de verleiding. Oké. Okay. Maar ook voor vruchtbaarheid. Oké. Okay. En deze appels zijn beschermd. Je kunt, doordat ze tussen de takjes zitten in kooitjes. Hè? Ja. Kooitjes zijn er omheen gegroeid om die appel te beschermen. Zodat mensen niet in de verleiding komen. Oké. Okay. Dus een verleiding, maar niet de verleiding. Ja, precies. Het is, ik moest vannacht nog even denken aan... ik ben een prachtig boek aan het lezen, islamitisch boek. Over die sluiers die dames allemaal dragen. Hè? Ja. En ik denk zo van... Ja, enerzijds is het dus, hè, die worden gedragen om de verleiding voor de man. Ja, precies. Ja, ja. Anderzijds is het ook een bescherming. Nou, ik weet niet of je daar nou wel of niet mee eens moet zijn. Nee. Daar gaan we het dan verder niet over hebben. Daar natuurlijk. Gaan we het niet over hebben. We gaan het over jouw kunstwerk hebben. Ja, ja, precies. Ja. En dat gaat dus in die boom komen hangen. Ja. Nou, ik denk dat fantastisch gaat worden. Mensen komen hier met de fiets langs. Ze zullen inderdaad, wat jij zei, ik denk dat het de truc ook is, die grote appel zien en dan verwonderend stil gaan staan kijken. En dan zich afvragen wat er hangt. Nou, Thea, ik ben hartstikke blij dat je meedoet met onze route kunst en bomen. Ja. En ik wens je in ieder geval straks veel succes met het ophangen van het hele mooie kunstwerk van jou. Oké, dankjewel. Graag gedaan.